Een snijdende oostenwind en 3 graden in de parkeergarage van het Westfries gasthuis in Hoorn. Nou, ik vind dat ze de deur dicht moeten doen. Toch, hier. Nou, het is wel het ultieme genot hoor, bij 3 graden. Nou, toen ik dit ging plannen wist ik niet dat het 3 graden was. Maar met genoeg kleren en warme koffie was het goed te doen. Personeel en vrijwillige patiënten bood ze de nieuwe afdeling dagbehandeling na. Echt op een ziekenhuis lijkt het niet. Nee, dat klopt. Het lijkt ook niet op een ziekenhuis. Nee, we hebben het nagebouwd puur inzicht voor de ruimtes, loopbewegingen. Nee, het is geen ziekenhuis. Absoluut niet. Gelukkig niet. Het ziekenhuis wordt groter en afdelingen verhuizen. De oefening vandaag leverde al veel op. Nou, we hebben geleerd dat bijvoorbeeld de ruimte waar de bedden doorheen gaan, dat die smal zijn. En dat de draaibewegingen moeilijk te maken zijn. We zien dat de afstand naar de toiletten erg groot zijn. Dat we daar misschien aanpassingen in moeten doen. De ruimtes tussen de bedden is smal. Dus patiënten geven aan, we zouden wel graag een gordijn ertussen willen. Want we zijn erg gesteld op onze privacy. De vernieuwde afdeling dagbehandeling gaat in mei open. En de kleumende vrijwilligers, die hadden gewoon een leuke dag. Oh, zeer beslist. Ja, je moet er even nog voorbereiden. Maar daarna gaan we. Het houdt je van de straat, hè? Ja, als je wat ouder wordt, moet je wat anders proberen. Nou, u ligt nog steeds op straat. Ja, ik hoef niet eens lichaam te betalen.